De dwergen en de reus. Zoals de laatste tijd vaker gebeurt, wordt de reus geplaagd door de kabouters. Later die dag, in het huisje van de reus, krijgt de reus ontzettende dorst na een lekker dutje. Ik heb dorst. De reus doet altijd wat suiker in het drinken, omdat dat lekker is. Als de reus weer slaapt, komen de kabouters stiekem het huis binnengeslopen. Wat zijn ze van plan? Ze hebben het suiker verwisseld met zout. Die gemene kabouters toch. Er zit allemaal zout in. Kabouters hebben we weer te pakken genomen. Later die middag in het Sprookjesdorp. En daar stond de reus. En die was boos. En uit boosheid bleef de reus maar blazen en blazen. En blies zo alle mutjes van hun hoofden af. En zo begon het steeds harder te waaien. De kabouters besloten toch maar naar huis te gaan. Maar onderweg zagen ze iets. Het was de reus. Toch maar voorzichtig naar binnen gaan dan. Toen ze eenmaal in hun kabouterhuisje terecht waren gekomen, bedachten ze een boodschappenlijstje. Ik wil appelen, nee, ik wil pollen, nee, ik wil dat, ik wil dit, ik wil peren, ik wil bloemkolen. Boodschappenlijstje af. Wij gaan boodschappen doen. Toen ze bij de groenteboer waren, lieten ze het mooie boodschappenlijstje zien. Boodschappenlijstje. Rijstwafels, appelsap, kapiteinkoek, roosvisee en bananen. Rijstwafels heb ik niet, appelsap heb ik niet, kapiteinkoek heb ik niet, roosvisee heb ik niet en bananen heb ik niet. En nou, de reus die mij op het helpt is ziek. De groenteboer had wel een idee. Ik heb de oplossing om de reus beter te maken. Stop deze pil in de buik van de reus. Ja, hier, jij mag melden. De reus scheen dus behoorlijk ziek te zijn. Oh, ik ben zo ziek. Terug bij de kabouters gingen ze op zoek naar een manier om in de buik van de reus te komen. Toen ze niks konden vinden, besloten ze maar naar de reus toe te gaan. Reus, mogen we je helpen? Ja, dat mag. De kabouters vertelden het hele verhaal aan de reus en hoe ze haar wilden helpen. Alle kabouters kropen in de mond van de reus. Is hij zo donker? Nou, stop die pil wel daar. Oké, ik stom hier. Nadat de missie volbracht was, kropen alle kabouters weer gezamenlijk naar buiten. Ik voel me weer een stuk beter. Daarna in het Sprookjesbos waren de reuzin en de groenteboer appels aan het plukken.
Dat waren veel appels. Zoveel hadden de kabouters er nog nooit bij elkaar gezien. Nou, we zijn nog niet klaar. Nog 2 bananen. Reuzen uit het hele dorp kwamen lekker naar je kopen bij de groenteboer. En die werd geholpen door alle kabouters van het dorp. Dag jongens, dag meisjes. De verkoop is nog nooit zo goed gegaan als vandaag. En iedereen is weer vrienden voor het leven.